En toen zat het erop, de Olympische Spelen. Ben je al een beetje bekomen? Ja, nou ja, bekomen. Het gaat alleen maar meer zeer doen nou. Ja, beschrijf eens even wat er nog is gebeurd nadat jouw proef is geweest. Want er komt denk ik ineens heel veel op je af, of niet? Ja, dat zou je willen, maar om heel erg te zijn, het is gewoon klaar. Dus er komt niks meer op je af. En je gaat het paard goed naverzorgen, alsof het... Alsof je het wel hebt uitgereden, ik ben toch een eind gekomen, zeg maar. En dan is het klaar. Ja, daar valt niks romantischers van te maken. Nee. Hoeft ook niet romantisch te zijn, maar misschien heb je berichtjes gekregen of dat soort dingen. Ja, absoluut. Kijk, en ik heb heel veel berichtjes gekregen en ook via social media. En ja, dat waardeer ik ontzettend. Het is hartstikke fijn en... Het is fijn om te weten dat mensen snappen dat je als mens fouten maakt. En dat je niet nog een klap erna krijgt. Dus dat waardeer ik, absoluut. Maar ja, iedereen snapt ook wel dat het gewoon heel erg zeer doet. En, dus ja, uiteindelijk is dat het, hè. Dus gewoon een beetje op de blaren gaan zitten. En dan overkomt Janneke het ook nog. Ja. Ja. Wat dacht jij? Dit is een grap of zo? Nee, ik denk dat we daar lering uit moeten trekken. Ja. De vraag is of het toeval is. Dus ja. Daar moeten we wat mee. Ja, absoluut. Dan denk je dat het misschien aan de voorbereiding had kunnen liggen of dat soort dingen? Ik denk dat we de voorbereiding bewust hebben gedaan. En volgende keer bewust anders moeten doen. Ja, dat denk ik. Het is zeker geen laksheid geweest of gemakkelijk erover denken. Dat is het zeker niet geweest. Maar er is duidelijk een punt blijven liggen. Eerst was ik natuurlijk de meloot die het niet wist. Mijn vader gaat me terugsturen naar basisschool. Hè, dus ik ga moeten leren weer A, B, C, D. Dus ik was de enige, dachten we. En het feit dat we het allebei hebben is of allebei terug naar school. Maar waarschijnlijk in de voorbereiding iets anders. Want is dit een andere regel dan normaal dan? Of? Nee, zeker niet. Het is wel zo dat hier onwaarschijnlijk veel combinatiesprongen in zitten. Waarbij dat heel vaak zo is. En als ik moet zeggen waarbij het in ieder geval voor mij... Want ik kan uiteindelijk alleen voor mezelf spreken. Hè, het belangrijkste moet blijven dat ik ervaren genoeg ben om dit goed te doen. En goed voor te bereiden. Dus, maar ik denk wel dat wat we hebben gedaan, in ieder geval ik in ieder geval, is bedacht wat de alternatieven zijn. Maar te weinig het what-if scenario heb afgespeeld. Dus te weinig bedacht. Ik heb wel bedacht van stel nu dat hij dat water niet in wil... Of, daar, hè? Maar je hebt niet bedacht, stel nou dat je daar op je knieën landt. En dat moet je niet meer deze ochtend doen, maar dat had je eerder moeten doen om bij alles te zeggen, oké, je plan 1 is dit en plan 2 is dat. En dat hadden we ook wel, maar wat nou als in plan 1 er iets verandert of het loopt anders dan dat je had gedacht, wat ga je dan doen? Stel nou dat je daar struikelt. Ja, dat gaat natuurlijk bij mij nu vanaf nu in mijn carrière gewoon een vast onderdeel worden. Ja. Dus dat gaat natuurlijk voor mijn leerling ook lastig worden, want dit gaan we gewoon doen. Dus dit hoort erbij. Dat is bij mij een belangrijke les. En om het hier op te specificeren. Kijk, we hebben hier onwaarschijnlijk vaak A, B, C, D gehad die aan elkaar gelinkt waren op een manier. En ook niet dat je zegt, nou het is altijd zo. Het was iedere keer anders. En dat is eigenlijk wel echt alleen maar op dit soort kampioenschappen. En dat is natuurlijk omdat er op dit soort wedstrijden onwaarschijnlijk veel alternatieven zijn. Omdat alle landen mee moeten kunnen doen. Dus ook landen die normaliter niet op dit niveau rijden. Die geven ze heel veel lange routes. Mm-hmm. Ja, en dan loop je daar veel meer tegenaan. Normaliter hebben we een alternatief. Hè, en tuurlijk, dat kan eens een keer een extra letter of zo zijn. Maar niet zoveel als hier. Dat is geen excuus. Nee. Nederland op de Olympische Spelen, deze Olympische Spelen, het zit allemaal niet echt mee. Daar past dit dan perfect in eigenlijk, hè? Ja. Ja, dat is niet leuk om te zeggen natuurlijk, maar... Nee, dat denk ik. Ja, zoals ik al zeg, ik kan alleen voor mezelf spreken. En in ieder geval is mijn prestatie niet goed genoeg. Nee, en zat het niet mee of was het gewoon niet goed genoeg? Wat ik wel mooi vond, is dat je daar tijdens de cross, eigenlijk, of na de cross al meteen zei, dan op maar naar 2024... Parijs. Ja, zoals ik natuurlijk vanmiddag ook al zei, als we niet in ieder geval de illusie hebben dat we daar weer naartoe werken, dan houdt het op. Hè? Dan heb je geen topsportstal meer. Dan heb je het topsportklimaat niet meer. Dus het is even op de blaren zitten, even hiervan bijkomen. Maar om heel eerlijk te zijn, ik vlieg dinsdagochtend terug in Nederlandse tijd, 3 uur landen we. En ik gok dat om 5 uur het eerste paard gezaaid staat. Ja. En ik moet eigenlijk de dinsdag nog wel een paar rijden. Ja, we moeten gewoon door.
door en we moeten paarden klaarmaken voor Parijs. Maar nog veel belangrijker, paarden klaarmaken voor dit jaar Aken, Europese kampioenschappen. Er komen nu eerst pony- en jeugdkampioenschappen aan. Dat is ook belangrijk, hè? Ja. Want de jeugd heeft de toekomst, dus dat moeten we ook weer doen. En volgend jaar wereldkampioenschappen en 2 jaar daarna Parijs. Ja, dan moeten we toch allemaal, wil ik in ieder geval overal paarden weer voor klaar hebben staan. Ja, zeker. Het afsluitende interview is al iets eerder dan gepland natuurlijk. Ja. We hoopten dat je nog mocht springen. Maar hoe staat het nu met Nederland Eventingland? Ja, dat is een hele goede vraag. Want ja, dit is natuurlijk ook een tik, denk ik. En hoezo een tik? Nou ja, het is natuurlijk voor mondiale sport dat jullie de finale... Ja, het was natuurlijk, de eerste klapper werd al uitgedeeld doordat we geen team hadden gekwalificeerd. Ja. Ik denk dat dat al heel veel zegt. Dan moeten we gaan kijken eigenlijk, hè, want dat er hier maar 2 zijn, zegt al wat over de afgelopen jaren, denk ik. En ik denk dat we moeten kijken hoe het er op de EK voor staat. Dat dat meer zegt over nu, hè, de senior eventing nu. En dat we dan op een gegeven moment conclusies moeten gaan trekken. En dat het zaak is voor alle topruiters, of in ieder geval alle ruiters die bij de top willen gaan of blijven horen, om paarden klaar te gaan maken voor de grote kampioenschappen. Ja. Ik kan me herinneren dat je dat in Try in 2018 ook zei. Ja, maar zo is het natuurlijk ook. Ja. Hè? En ik moet zelf ook handel doen om mijn stal te kunnen draaien. Maar daar horen ook keuzes bij richting topsport. En dat bijt elkaar. En ook, het bijt ook je privéleven en dingen. Maar als we dit willen. En als ik voor mezelf spreek. Ik vind het voor mezelf een fiasco deze week. Maar het is wel wat ik wil. Dan moet ik zorgen dat ik hierna weer klaarsta. En dat ik er weer bij hoor. En dat ik weer degene ben die naar dat kampioenschap hoort te gaan. En dan volgende keer wel te leveren. Dus ja, en dat zou makkelijk zijn voor een team. Om een team te krijgen als veel mensen dat hebben. Ja, als we meerdere goede combinaties krijgen in Nederland. Die we overigens al hebben. Mm-hmm. Ja, maar het is een minder soepel jaar. Ja, absoluut. Je bent erg zelfkritisch, wat natuurlijk inderdaad wat je zelf ook zegt bij een topsporter hoort. Ja. Komt er ook een moment van trots dat je zegt van, nou ja, ik was er wel en ik ben met mijn paarden in goede doen? Nee, voor mij niet. Nee, okay. Nee, dit is heel onaardig, maar ik ben onwaarschijnlijk trots op het paard. En ik heb wel vandaag gemerkt dat ik het paard misschien te lang in de schaduw heb gehouden van andere paarden. Dat vind ik wel, dat reken ik mezelf ook wel een beetje aan, want het is echt een goed paard. Mm-hmm. Ja, en ik zat erop. Maar ja, nogmaals, ik heb hem hier naartoe gebracht, maar ik heb vandaag ook de fout gemaakt. Ja, en nee, trots dat het paard hier mag staan. Ja, want hoe is het met het paard? Ja, goed. Ja, ja, heel goed. Ja, geen gelukkig. Schade opgelopen toen? Nee. En hij weet het niet, hè? Ik bedoel, ik remde en hij remde netjes mee. En voor hem was de cross daar klaar. Dus, ja, willen mensen toch weten, omdat je vertelde, hij landde op zijn knieën. Dat ja, dat is heel. Het is geen schrammetje te bekennen. Ja, en dus een hele grote plons is er geweest. Maar al met al is hij goed op de been gebleven. Hij is happy en hem opgedraafd. Er is allemaal niks aan de hand. Dus ja, hij gaat zo slapen en hij denkt dat hij morgen gaat springen. Ja. Dus ja, dat. Misschien kun je springoefen een rondje doen of zo. Ja, Rob Eren zei al van, goh, ik heb het morgen ineens rustig. Ik zei, nou, als moet gewoon oefenen. Ja. Maar nee, dat is gekkigheid. Nee hoor, nee, want het is voor die paarden ook, het is heftig. Mm-hmm. En hij heeft het super gedaan. Dus het is heel even klaar en dan gaan we eens kijken wat de rest van het seizoen brengt. Op naar huis. Ja, dat zeker. Ja.